vraag moeten we achteruit parcouren. En op het einde wordt de race heel erg moeilijk. Waardoor we het misschien niet eens gaan halen. Jongens, we gaan lekker parcouren. En ik hoop niet dat we de hele tijd deze auto hebben, want dan word ik echt gek. Tatu. En ik denk, ik zet GTA een keer niet aan, want dan word ik een keer niet genaaid, jongens. Ah, oké. Okay. Misschien dat dat wel helpt. Oh, ik denk het wel. Waar? Dit is toch een vliegtuig? Of niet? Oh, nee. Nee. Oh! Wat is de bedoeling? Oh, jeetje. Oh, met zo'n ding. Ik heb geen idee wat de bedoeling is, maar ik ga gewoon... Oh! Oh, joh. Wat gebeurt hier nou weer? Huh? Wat moeten we hier doen dan? Tormen is er overheen. Ja, Tormen die remde af. Nee, ik remde helemaal niet af. Maar, trap die rem... Oh, thanks. Thanks, Santino. Alsjeblieft. Door jou kom ik erop. Hoppa. Komt hij. Wat de... Tormen, hij zegt het ook niet even, hè? Ja. Tormen zegt het ook niet even. Maar moet je dat dan niet al vanaf het begin gewoon doen? Weet ik niet. Zit er in het begin ook... Ja, want in het begin zit ook een boost. Ik ga nu met alles achteruit rijden, hè, dat je het weet. Ja, dat snap ik. Oh. Ik ga ook achteruit rijden. Ik ga ook achteruit. Ik weet niet of je het hier moet doen, maar... Ja, ik zou het wel doen voor de zekerheid, zodat je er weer af ligt. Ja, dat denk ik ook dus aan. Oh, achteruit een parcours. Dit is zo niet fijn. Hebben we er een beetje zin in? We hebben er zin in! Lekker achteruit. Dat is zo dun waar Santino over rijdt. Lekker achteruit parcours. Ik heb jeuk aan mijn kin. Dan moet je krabben. Dat weet ik. Meneer Krabs. Maar ik ben ook bang dat dat dus een neppe checkpoint is daar. Oh, maar het tript! Ik vind het helemaal niet fijn. Het lijkt wel op een neppe checkpoint, hè, daar. Ja, daarom. En je moet hem ondersteboven doen, zie ik. Ondersteboven? Ja, bro, ik durf dit niet eens. Oh, dit tript hem echt als een malle. Bro, ik ga... Luister, ik ga hier risico nemen, man. Wat dan? Hij gaat gewoon rechtdoor. Oh. Dit lijkt... Dit kan ik nog rechtdoor doen nu. Oh, jongens, ik trip hem hard hierop. Wie weet konden we dit hele stuk gewoon rechtdoor, maar ja... Oh mijn god! Wat? Oh, wacht. Wat is er? Bij dat ding schiet je in één keer rechtdoor. Oh, ik weet het niet. Ik ben echt aan het concentreren om hier niet naar beneden te vallen. Oh, ik zit een beetje... Zit er nou wel een boost dan? Ja, als je die checkpoint neemt, dan heb je heel snel een klein boost waar je van schrikt. Oh, maar is het een echte checkpoint? Denk het. Wat is dit? Moet ik hier op? Respawn even dan. Nee. Test het even. Dan heb ik minder stress. Oké, nee, wacht. Huh? Wat is dit nou? Oh, shit. Oh. Inderdaad. Oh, mijn fucking god. Oh, mijn god. Je moet helemaal opnieuw. Meen je niet? Ik maak niet eens een grap, bro. Wat moet je ik doen Ik maak dan? Niet eens een grap. Ja, ik ben nog... Waar ging jij eraf? Wat gebeurde er? Ja, bro, ik weet niet wat ik daar moet doen. Je weet niet wat je moet doen? Ik ging gewoon rechtdoor. Ik weet niet of je die wallride moet doen, ja of nee. Ja, ik ga gewoon even alles achteruit doen, hoor, eerst. Maar het is dus een neppe checkpoint. Ja. Oké, nou, dat is duidelijk. Broer, wat de fuck moet je hier doen? Ik weet het niet. Ik ben nog steeds achteruit aan het rijden. Jij ook, Torben? Ja, nee. Ik zit hier te twijfelen wat ik moet doen. Ik denk dat je daar moet wallrijden. Dat denk ik. Ja, maar achteruit, of? Nee, rechtdoor, denk ik. Oh! Want daar heb je dan geen boost. Waarom zit hier opeens een random boost? Maar ik snap er echt helemaal niks van. Ik snap er ook niks van. Uitgekozen, ouwe. Ja, ik durf ook niet te doen, want anders moet ik helemaal alles opnieuw doen. Het is ook echt heel veel werk. Ging jij rechtdoor over dat roze? Godverdomme. Nee. Ja, ik ging op dat platform en ik dacht dat daar gewoon een onzichtbare platform zat, maar dat is niet zo. Oh. Ik denk dat je moet wel rijden. Ja, dat denk ik dus ook nu. Oeh. Maar hoe kom je op die walrijd? Een streepje. Hoe kom je op die walrijd? Oké, jongens. Ik ga proberen. Ik ga hier gewoon die walrijd doen, hè? Oh? Nee! Oh, ik viel er gewoon bijna achterover af. Lukt het, Tormen, op die manier hoe je het doet? Als ik een snelheid krijg. Oh mijn god, ik heb geen snelheid. Nee, ik heb geen snelheid. Wacht, ik ga terug naar achteren. Oh! Oh, nee! Tormen, ik zit hier ook klem. Oh nee. Jongens, join the gang. Ja. Nee, maar ik heb hier geen snelheid. Oh mijn god. Ik heb geen zin om helemaal terug te moeten. Join the respawn. Ik heb geen zin... Nee joh, ben je gek. Ik neem hier gewoon even een aanloopje. Tormen, hoi. Oh, Tormen is ook lijp aan het struggelen.
Ja, ik zie niks. Oké, hier omhoog. Ik wil weer te snel doen. Hier omhoog, hier omhoog, hier omhoog, hier omhoog. Ja, 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 ik heb... Nee, 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 ja, ik heb hem! Oh, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Oh, dit was echt een lijpe struggle. Ik ook, ik ook, ik ook. Doe je dat hier nou? Hé, hoe haal je dat? Nee, je moet niet over die over het oranje, je moet over die stokken. Ik moet over de stokken? Ja, over... Gewoon waar dat roze je heen leidt, daar moet je gewoon heen. Daar moet je heen. Maar dat heb ik geprobeerd daarnet en dat lukte niet. Ja, maar het is toch wel echt de manier, ja, Stino. Ja, is the way. Zeg maar, die metalen buizen moet je overheen rijden. Ja, bro! Ja, ik wil dit weer te snel doen, Gap. Even serieus, maat. Hey, weer geval... Oh. Oh, ik rijd gewoon door. Hoe dan? Hoe rijd jij door? Ik rijd gewoon door, bro. Santino, je moet weer helemaal opnieuw. Mm-hmm. Ik ben blij dat ik hem in één keer heb gehaald. Maat, wat is dit voor misselijkmakende persoon die dit parcours heeft gemaakt? Waar moet ik heen dan? Huh? Ja, broer, je moet door dat bovenste gedeelte rijden. Succes! Door het bovenste dunne... Ja. Oh, huh? Maar je remt af of zo? Nee, je remt niet af. Niet? Nee. Oh, dit... Ik heb een beetje een moeilijke race uitgekozen, boys! Hey, wat boeien. Ik ga hem gewoon... Dat roze oranje ga ik gewoon echt doordoen. Even kijken of... Godver, dat werkt niet eens, man. Nee? Kan dat niet? Jawel, maar ik val er meteen al vanaf. Oh. Ik heb hier zo geen zin in, omdat het zo'n nep checkpoint is. Oh, ja, maar het is hier niet altijd als je een heel groot stuk opnieuw moet doen. Maar Torbert en ik zitten er ook bij een gedeelte die best wel moeilijk is. Dit is dus, gewoon onmogelijk, in principe. Dus je kan in principe nog wel bij komen, Santino. Ik denk dat je 1 centimeter aan allebei de kanten van je auto hebt aan speling. Om daar doorheen te gaan van dat stuk. Maar moet je per se door het bovenste gedeelte? Ja, hoe anders? Weet ik niet. Er zit daar een buis. Oh ja. Oh, ik zat er bijna doorheen. Kut! En zul je zien dat als je dit 1 keer kan, dat je het nog een keer mag doen. Ja, echt. Ja, dan mag je waarschijnlijk weer terug. Sowieso dat je op het einde moet keren en dan weer terug moet of zo? Ik weet het niet, hoor. Ik heb geen idee. Ik ga het gewoon proberen, Tor. We gaan het allebei achter elkaar nu halen. Ja, is goed. Oh, I'm done now. Tor, en ik ga het halen. Ja, haal het alsjeblieft, want ik wil echt... Ik wil gewoon die DNF zien. Nee! Oh, ik had hem bijna, Torben. Bijna! Hij is wel te doen, Ja, maar hij is nog niet klaar en ik heb weer een fake checkpoint. Heb je een fake checkpoint? Ja... Lukte jou een beetje, Santino? Nah, man. Ik haal hem daarnet, haal ik hem in 1 keer. Ik heb hem. Oh, ik vind dat ene stukje moeilijk, man. Ik kom daar niet doorheen. Ja, dat is ook... bizar lastig. Je moet eigenlijk niet eens je auto... Moet je uitlijnen en dan geen tikjes meer geven, anders raak je al iets aan. Ja, echt zo. Oké. Ik ga hem uitlijnen. Daar maak ik stil. En dan... Ja, ik ben er door... ik ben er doorheen. Lekker. De rest is echt jullie moeilijk. Hebben het over allemaal dingen. Waar ik van gewoon geen flauw benul. Ik ga hier over de container, want ik ga er niet doorheen, want dan naai ik mezelf waarschijnlijk weer. Dat deed je ook, of niet? Nee, ik ging er wel doorheen. Oh, ik ging er overheen. Oh, ik ben nu bij het schuine. Moet ik hard, zacht? Gewoon rij omhoog. Gewoon normaal. Oh, oké. Nice! We hebben hem! We hebben hem, boys! Broer. Lekker, hoor. Woeh! Lukt het jou nou, Santino? Nee, hè? Ja, ik ben nu bij dat zigzaggen. Oké. Oh, mijn god. Maar het kost gewoon veel tijd. Dat is het vervelende. Waar moet ik heen, Torben? Oh! De weg vervolg, is er een of andere schuine weg of zo? Oké, wat moet ik nu bij dat roze doen dan? Je moet... Je ziet die metalen buizen, toch? Ja. Je moet niet op de muur, je moet op die metalen buizen. En dan die buitenste, die hele scheve. Ja, oké, dus de binnenkant van die buitenste. Wat bedoel je? Weet ik veel, gewoon die metalen buizen moet je oprijden. En die hele muur heb je niet nodig. Die ramp, als je daar op gaat, dan kom je op hele scheve buizen. Daar moet je overheen rijden. Oh mijn god. Je bent gevallen? Nee. Oh. Wacht. Hallo? En verder is het op zich nog wel allemaal te doen, hoor. Oh, niet dus. We zitten weer bij een moeilijk gedeelte, zeker. Gas, omhoog. Nee, pauperding. Lukt het, Santi? Nee, want ik moet op een gegeven moment omhoog. Oh, wij moeten die wallrate switchen, Torben. Yep. Maar oh... Hè? Ik weet het allemaal niet. En achter. Dit wordt een zware tijd. Wordt dit een zware tijd? Dit wordt een zware tijd. Jongen. Nee joh, we gaan dit halen. Hier. Kijk. Ja, die eerste haal je wel. Leuk. En dan? Hier, dan gaan we naar de tweede.
Zo. Pak nou snelheid, jongen. Dan gaan we hier weer even gassen. Oh. Zo. Even gassen. 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 Ik weet niet waar ik heen moet ook, jongen. Huh? Ik heb hier wel een checkpoint, maar ik weet niet waar ik heen moet. Ik ben al gewoon rondjes aan het rijden. Oh mijn god, je moet weer terug, Torben. Ik zit vast. Oh nee. Je moet weer terug! Hoe ben jij teruggegaan? Hoe heb je auto gedraaid? Gewoon keren. Oh jeetje, je moet heen en weer in één keer, Torben. Oh mijn god. Ja, maar eenmaal als je eenmaal in die kom zit, Torben, dan kan je gewoon falen en dan kan je even weer op gas komen, zeg maar. En dan kan je keren. Hij is niet heel moeilijk. Zit je vast? Ja. Oh nee. Ik ga het niet nog een keer proberen om mijn flip in god te houden. Ja, even serieus, maar welke paupers... Welke Maar ik vind hem niet eens zo heel moeilijk. Nee, maar wie verzet er nou om zoiets te doen, maat? Hier, kijk, en dan... Oh, niet vallen, niet vallen, niet vallen, niet naar beneden vallen, niet naar... Ik val naar beneden. Oh, ik mijn god. Nee, hij is wel te doen, hij is niet zo heel moeilijk. Maar die checkpoint, broer, die zit ergens beneden aan een buis. Ik snap helemaal geen klote viool van... Oh, hij begint weer helemaal hier. Kijk, zo hier, even die switch maken. Easy. Ik ga dit halen. Ik voel het. Je moet alleen die switches even halen. Kijk, en dan heb je hier deze. Hier moet ik even hierin. Zo. Je denkt er te makkelijk over, want waar die checkpoint aan het eind zit, dat snap ik niet. Hoe bedoel je aan het einde? Ja, gewoon, je moet toch een checkpoint pakken als je dat hebt gedaan? Ja? Ja, nou ja, dat snap ik niet. Ik zit nu alleen een beetje klem. Ik zit klem. Ja, hier ga ik nooit kunnen keren. Oh, wat jij nou? Ja, weet je, ik zit klem. Oh. Oh, bro. Oh, maar waar val jij, Santino? Nee, ik zat nog steeds gewoon vast om te kijken of ik daar los kwam. Maar bro, ik... Nou, ik... Weet je, schijt aan deze jongen. Oh my god. Santino ja, serieus bro. Santino wordt gek. Postmogol gaat dit zoiets verzinnen. Santino wordt gek. Ah, ja, nee. Jongen. Lukt het jou, Tormen? Nou, ik zit weer terug, maar... Oké, okay, dan moet ik hier even heen. Kom op. Ja? Nee, maar... Oh, mijn auto zit een beetje raar. Jongens, ik zie ook niks. Ik zie echt geen f***er. Nee, ik snap er echt niks van. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik ben weer terug, ik ben weer boven. Kan je mij een duw geven? Kan je mij een tik geven, Tormen? Ja, ik kom eraan. Zal ik jou eens een tik geven, Jess? Ja, doe maar. Oké, kom naar boven. Ja, ik heb wel even een tikje nodig. Tikkie, jij bent hem. Oh, wacht. Luk mezelf al. Oké. Oké, verder dan dit ben ik nog nooit geweest. Je moet terug op deze wal rijden. Ja, die oranje, ja. Huh? Oh! Ja, die wal rijdt zit helemaal beneden of zo. Ja, precies. Of die checkpoint. Dus ik snap ook echt de ballen van. Jongens, dus... alsjeblieft finish. Ja, maar gast. Broer! Je hebt geen idee waar wij zitten, ouwe. Haal maar uit mijn lijden. Echt, verlos me. Je wil niet weten wat wij aan het doen zijn, Santino. Je hebt geen lijden als je dit ziet. Echt wel. Nee. Dit is pas lijden wat wij nu aan het doen zijn. Jij komt gewoon niet door dat gat of wat? Santino. Maar, Santino haalt de makkelijke gedeelte niet. Waar ben jij? Ik ben gewoon nog in het begin, bro. Jezus. Ach, hou je mond, man. Ik had als allereerst dat ding en... Ja, maar toen jij haalt het... wat we moesten doen. Maar jij haalt de makkelijke gedeelte niet. Wij zitten nu echt bij een ziek moeilijk gedeelte met allemaal neppe pocket checkpoints. Yes, pas op. Oh. Ja, maar daarom hoop ik dat jullie ook finishen. Nee. Heb je hem door? Wacht. Heb je die waarheid switch kunnen halen? Hold up. Ik weet niet wat ik moet doen. Torben gaat hem halen. Nee, ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik hier nou... Oké, ik moet hier keren. Hij is in paniek, je hoort het. Nee, ja... Broer, je bent beneden en ik moet weer terug omhoog rijden. Op een onmogelijke manier, ouwe. En dan moet je nu alles weer opnieuw doen. Ja. Je lult. Je lult. Pokkenrace is dit, ouwe, echt. Nou ja, dan zijn we het erover eens dat we... Dit... Je moet zeg maar in die... Nou, dat snap ik niet. Ik snap niet hoe je dat haalt. Ik zit dan in een roze tube en dan heb ik een checkpoint en dan moet ik omdraaien met het ding. Maar dat ding heeft veel te weinig grip om daar om te draaien. Wacht, ik ga het ook proberen.
Ik wil... Ik ga eerst kijken of ik dit kan halen. Ja. En je moet dan ja, joh, ik haal die waarheid switchen. Ik ga het opgeven, want als jij dat dan niet haalt, jongens... Nou, maar ik vraag me af wat je... Ik snap gewoon echt niet wat je moet doen. Nou, ik denk dat ik gewoon een onmogelijke race heb gekozen. Mattie, waarom is deze auto meer grip naar achteren dan vooruit? Dit echt... Ja, het is echt... Torben, je moet waarschijnlijk in die buis en dan moet je keren en dan moet je weer terug omhoog ja, of zo. Ja, maar dat keren is niet te doen. Oh. Dat kan bijna niet. Nou, jongens, onmogelijke race. Oh, jij sluit hem af. Jij sluit hem af en ik heb hem. Jij sluit hem af en ik heb hem. Je sluit hem af en ik heb hem. Wees vervloekt, Jesse Knijp. Ah, lekker voor je. Lekker voor je. Wees vervloekt. Hey, dit was de video. Klik in 4 of 4 om een andere video te zien. Toen wil je zeker niet missen. Ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...